Zo, daar zijn we weer. Je zou denken, waar hangt hij nu weer uit? Maar ik zit in het plaatsje Cernobbio, dat is naast Como, aan het Como-meer dus. Mooie plek altijd om te komen. Ik ben hier omdat we over 3 dagen mee gaan doen aan de Pavia Venezia. Dat is een race die start in Pavia, dat is een stadje net onder Milaan, en finished in Venetië. Dat is heel de rivier de Po uitvaren, meer dan 400 kilometer op 1 dag, dus dat is logistiek best wel een operatie. Ook qua tankstops en dat soort dingen. Daarom ben ik een paar dagen eerder naar de Como afgereisd. Om dit allemaal in goede banen te leiden. Ook omdat mijn grote kleine broer en vaste navigator Paul, die is op huwelijksreis. Dus die kon hier niet bij zijn. Dus ik heb afgesproken met Daniel Raveoni. Oftewel Danny, is voor mij een stuk makkelijker. Die gaat mijn navigator zijn. Die kent de weg, die kent de situaties, kent de race ook. Dus ik ben een paar dagen hier om met hem alles goed voor te bereiden en een mooie race te varen. Zo, inmiddels zijn we aangekomen in Pavia. Na een paar dagen trainen in zowel Como als op de Po zelf. Dus de boot staat klaar. Alles is gekeurd. Ook goed gekeurd, ook een keer handig. Dus dat, we hadden wel weer een dingetje met de helmen, want het past er altijd op bij ons. Is dat ik heb open helmen, dat vind ik wel fijn met de warmte en dat soort dingen. Maar dat ik een Italiaanse co-piloot heb, is soms de taal wel een beetje lastig. Ik spreek goed Engels, maar elkaar verstaan is wel eens een dingetje. Dus we hebben nu gekozen om twee dichte helmen te gebruiken. Om zo elkaar beter te kunnen verstaan. Dus ik ben nu onderweg naar de briefing. Dan horen we waar we precies starten en hoe laat morgen. Dus maar voorlopig is het erg leuk. En mijn grote vriend is er ook bij weer. Camera Ram. Hoe heb je mij nou weer gevonden? We reden net voorbij. Enjoy. You don't go in the shallow water, please. Very careful. On the right side, you go about 20 kilometers. You arrive in Casteggio.
It's broken. Is the first la marcia è chiusa? Ready? Go, go, go. Can you put the... Don't worry, alright. Yes, back in business. Okay. Yes.